hoger Federer heeft zich donderdag eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van zijn thuistoernooi in Basel. De Zwitser won in de tweede ronde met 6-1 en 6-3 van de Fransman Benoit Paire. De als eerste geplaatste Federer was na 57 minuten klaar met Paire. Federer, die recordkampioen is in Basel. Won in de eerste ronde al simpel van de Amerikaan Francis Jafou. Ook toen werd het 6-1 en 6-3. Federer behaalde zijn vijfde opeenvolgende zeegroep in even zoveel wedstrijden. De 28-jarige nummer 40 van de wereldrangenlijst wacht nog op zijn eerste set tegen de 8 jaar oudere negentienvoudige Grand Slam winnaar. Federer stuit in de kwartfinales mogelijk opnieuw op een Fransman. Adriaan Mandarino moet dan wel zijn partij tegen de Canadees tennis Chapo Verlof in een overwinning omzetten. Federer gaat in Basel voor zijn achtste titel. Nadat hij zich vorig jaar nog moest afmelden als gevolg van een blessure. Hij speelde al 12 finales en was 7 keer de beste in zijn geboortestad. In 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014 en 2015. In Basel kan de Australian open en win winnaar goede zaken doen in de strijd om de koppositie op de Raad De huidige nummer 2 zag Rafael Nadal afzeggen en kan daardoor flink inlopen op de Spaanse lijst aanvoerder.